Vorig jaar is Jordi Thijs topscorer geworden met 25 goals. Hij is natuurlijk weggegaan na wat gedoe aan het eind. Hoe gaan jullie die 25 goals, hoe ga je dat vervangen? Ja, het zijn niet alleen de 25 goals van Thijs, hè. Dat zijn er wel een heleboel natuurlijk. Maar ook Cohen is weg en ook Hamdoui is weg. Dat waren ook beide vijf. Dat zijn al 35 goals. En ja, dat is natuurlijk wel een zorg, een aandachtspunt. Hè. We hebben daar we hopen daar met Bert Steltepool een goede vervanger voor aangetrokken te hebben. Maar wellicht dat er ook van andere jongens wel wat meer verwacht mag worden qua doelpunten produceren. En als je makkelijk scoort, dan win je wedstrijden ook net wat makkelijker. En dat was natuurlijk wel een belangrijke waarde van Thijssen. Die heeft er erg veel gemaakt, niet alleen het afgelopen jaar, maar ook in zijn voorgaande periode bij Quick Boys. Dat is gewoon de kwaliteit van de jongen. Maar die heeft misschien weer andere dingen die wat minder positief waren. Nou, ik hoop dat wij een goede oplossing kunnen vinden in de manier van spelen. En waarschijnlijk toch ook wel in het vinden van een aantal andere jongens die dat moeten gaan oplossen. Spits is mijn beste positie, kom ik het beste uit de verf. En ja, het is aan de trainer om mij op te stellen, of niet. Wat is jouw persoonlijke doelstelling? Zoveel mogelijk spelen, fit blijven en zoveel mogelijk goals maken, denk ik. Ja. Je moet natuurlijk Jordi Thijssen doen vergeten, die vorig jaar de 25 ingeschoten heeft. In een, inderdaad, wat jij zei, een rumoerig seizoen. Ja. Hoe ga je dat doen? Nou ja, zoals ik eigenlijk elk jaar doe, gewoon die ballen erin koppen, erin schieten, ja. Weet je, vorig jaar ging het eigenlijk ook hartstikke goed. Op een gegeven moment liep ik 1-1. Alleen ik raakte even goed mijn basisplaats kwijt. Dus ja, ik heb gewoon vertrouwen in dat als ik gewoon fit blijf en al mijn wedstrijden speel, dat ik daar gewoon wel in de buurt kan komen. Hoeveel goals ga je maken? Nou, wat ik al zei, als ik alles speel, heb ik gisteren ook gezegd, en ik fit blijf, moet ik er wel 20 kunnen maken. Ja. Houden we je daaraan? Is goed.